is weinig wijn. Nu als je zit, dan laat dat er normaal gezien toch boven komen. Wauw, Jan. Wauw, ja. Goed, goedenavond allemaal. Dames en heren, allemaal heel hartelijk welkom hier in Den Echter voor de tweede hoorzitting van op Glaweek, voor de derde hoorzitting in het totaal. En ik heet de mensen van op Glaweek vanzelfsprekend heel hartelijk welkom, maar ik heb gezien dat er ook mensen van Meeuwig-Ruitrode zijn afgezakt naar het zuiden en ik heet hen daarom ook heel hartelijk welkom. Ook welkom aan de collega's uit de twee colleges. Ik moet zeggen dat ze goed vertegenwoordigd blijven. Er is nog niemand die afhaakt voorlopig, dus dat ziet er nog allemaal heel goed uit. Maar de collega van Meeuwen die ziet er iedere dag slechter uit. Die zit de hele dag in bed met de griep, maar hij maakt zich toch wel vrij om hier telkens aanwezig te zijn. En ik zou zeggen, Lode, beterschap en goede moed nog. Nu, gisteren heb ik heel anders geopend. Toen heb ik hem verweten dat hij mij de griep ook al een beetje cadeau had gedaan. Maar ik moet zeggen, het gaat al een beetje beter vandaag. Maar nu nog niet. Goed, de bedoeling is dat ik een korte inleiding ga geven, dat wij dan ruim de tijd maken voor vraagstelling. Dan zullen mensen met de micro rondlopen langs twee kanten. Je doet maar tekenen en je stelt je vraag en wij proberen daar in de mate van het mogelijke zo ruim mogelijk op te antwoorden. Ik moet u nu al zeggen dat we niet op alle vragen een antwoord kunnen geven, omdat het juist de bedoeling is dat wij een zeer grondig onderzoek gaan instellen en dat wij op heel wat vragen nog antwoorden moeten zoeken. Dus het zou goed kunnen dat wij een antwoord schuldig moeten blijven. Ik verontschuldig mij daar al voor, maar we gaan zeker alle bezorgdheden en alle vragen en alle problemen meenemen. Als we dan straks alles hebben afgerond, dan nodig ik ook nog iedereen heel hartelijk uit in de foyer hier van voren. Je hebt gezien dat er wat tafeltjes zijn gezet. De bedoeling is dat we daar straks een pintje of iets nats presenteren. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen zich geroepen voelt om hier in volle zaal zijn of haar vraag te stellen. En dan maken we nog gerust wat tijd om met u persoonlijk te spreken, wat gisteren ook heel goed gebeurd is. Goed, misschien als korte inleiding. U heeft ondertussen begrepen, uit verschillende bronnen vernomen, dat de schepencolleges van Meeuwig-Ruitrode en op Glaweek een eventuele fusie willen onderzoeken. En we willen daarin onderzoeken of een gezamenlijke toekomst de beide gemeenten inderdaad sterker kan maken. Het is de bedoeling dat wij met u in dialoog gaan en dat wij met u gaan uitzoeken wat ons bindt, maar ook welke de verschillen zijn tussen de twee gemeentes. En dan stelt men zich de vraag, ja, waarom doen we dat en waarom doen we dat nu? Het is namelijk zo dat vandaag de dag op Glaweek en Meeuwig-Ruitrode twee financieel gezonde gemeentes zijn, met een heel goede dienstverlening en met een prachtige infrastructuur. En dan hoeft je maar even rond u te kijken. Maar er komen ook steeds meer verantwoordelijkheden vanuit Brussel overgewaaid naar de gemeentebesturen. En helaas zijn daar maar weinig of geen financiële middelen tegenovergesteld. Ik geef u bijvoorbeeld het voorbeeld van onze provincies, waar de persoonsgebonden materies gaan weggenomen worden. Dat betekent dat men stilletjes aan bezig is met de afbouw van de provincies. En ik durf het woord afschaffing nog niet in de mond nemen. Maar dat betekent ook dat wij als gemeentes voor een aantal zaken niet meer bij die provincies terecht zullen kunnen.
Ander belangrijk iets is toch wel de taxshift die ingevoerd werd, die heel goed is voor de burgers, maar die voor de gemeentebesturen toch wel een stevige minopbrengst zal verwezenlijken. Voor op Gladbeek betekent dat bijvoorbeeld tot en met 2022 betekent dat meer dan 1 miljoen euro. Ja, goed. Aan de ene kant gaat men belastingen verlagen en de mensen profijt geven. Maar dat zou betekenen dat misschien de gemeentes dan toch verplicht worden om die belastingen terug te gaan verhogen. En ja, goed is dat niet natuurlijk. Daarom denken wij dat het nuttig is dat wij een onderzoek gaan opstarten naar mogelijke schaalvergroting als een antwoord op die uitdagingen van morgen. De bedoeling is dat wij voor- en nadelen van zo'n verregaande samenwerking, van zo'n fusie, gaan onderzoeken. Maar mogelijke voordelen, waar we nu al aan gedacht hebben, dat zijn bijvoorbeeld dat wij onze twee personeelsploegen, al onze medewerkers, kunnen samenbrengen. En dat we daardoor kunnen zorgen voor een efficiënter en krachtiger bestuur met meer gespecialiseerde kennis en heel veel expertise. Wij denken ook dat wij een goede dienstverlening kunnen blijven garanderen op de huidige locaties, heel kort bij onze mensen. En dat vinden we zeer, zeer belangrijk. Tweede voordeel zou kunnen zijn dat we vandaag zelf kiezen met wie wij in de boot gaan. En dat morgen misschien iemand anders voor ons zal kiezen. Mijn grote vrees, en ik mag dat, ja, dat heeft in de krant ook wel hier en daar al gestaan. Mijn grote vrees is dat men ons op zekere keer bij onze nek gaat pakken en bij een of andere grote gaat neerpoten. En goed, dan zijn we waarschijnlijk één van de velen daar. En het derde, eerste mogelijke voordeel is dat er ook natuurlijk goed nieuws is voor de gemeentekas. We moeten daar niet flauw over doen. Het is zo dat wanneer wij zouden overgaan tot een fusie, dat Vlaanderen zorgt voor een schuldovername van meer dan 11 miljoen euro. En dat zou betekenen dat de beide gemeenten, die dan één gemeente zijn geworden, quasi schuldenvrij zou zijn. Betekent dat dat wij onze eigenheid moeten verlaten? Nee. De bedoeling is juist dat wij helemaal onszelf kunnen blijven. Iemand van Op Gladbeek moet een Op Gladbeekenaar kunnen blijven. Iemand van Ellicom moet een Ellicomenaar blijven. Iemand van Gruitrode een Gruitrodenaar en noem maar op. We hebben dat ook vastgesteld dat in de historische fusies van 71 en 77, 677, dat Meeuwen, Gruitrode, Ellicom, Wijshagen en Heer Gladbeek dat die dat al ondergaan hebben. Dat was toen een verplichte fusie. Maar wij stellen toch vast dat dat nooit afbreuk heeft gedaan aan de verbondenheid van ieder dorp. Wat mij opvalt is dat wanneer wij naar Meeuwen-Gruitrode rijden, dat je langs de weg nog altijd wegwijzers ziet van Wijshagen en Ellicom. En dus op die manier denk ik dat ook dat nog onderstreept blijft. Ik stel ook vast dat men in Meeuwen-Gruitrode is blijven investeren in de voorzieningen van elke deelgemeente. En ook dat willen wij natuurlijk gegarandeerd zien. Ja, waarom met Meeuwen-Gruitrode? Wij hebben zo eens een aantal dingen opgelijst. Wij stellen vast dat er toch wel heel wat gemeen is met Meeuwen-Gruitrode, tussen Meeuwen-Gruitrode en Op Gladbeek. Ik denk dat wij bewoners hebben met dezelfde mentaliteit. We spreken dezelfde taal, hetzelfde dialect. En sommige houten kieten die lachen daarmee, maar wij vinden dat wel belangrijk. We hebben een heel rijk verenigingsleven. Op Gladbeek draagt zijn verenigingsleven heel hoog in het vaandel.
de zandontginning. Als we de kaart van Limburg bekijken en we zien daar op Glabbeek en Meeuwig-Ruitrode, dan zien we dat die gemeentes eigenlijk een heel mooi geografisch, logisch geheel vormen. En we zouden bij een fusie inderdaad qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg worden, maar we wensen toch het karakter van een kleine landelijke gemeente te kunnen bewaren. Wat stellen wij voor? Wij stellen voor dat wij na deze hoorzittingen, en die gaan nog tot volgende week woensdag, dat wij dan volop aan het werk schieten en dat wij onze onderzoeken gaan opstarten, dat wij onze bevragingen bij de mensen gaan opstarten en dat wij, daar ligt toch wel heel wat voor de boeg. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat wij in een verschillende politiezone zitten, dat wij in een verschillende hulpverleningszone zitten. Ik kan me voorstellen dat het gemeente Meeuwig-Ruitrode een aantal gemeentelijke reglementen heeft, dat wij omtrent dezelfde materie ook reglementen hebben, maar dat die helemaal anders uitzien. Ik stel vast dat, dat wij een aantal samenwerkingsverbanden hebben met Genk, met As, met Zutendaal, en dat Meeuwig-Ruitrode andere samenwerkingsverbanden heeft, meer naar het noorden toe. Dus ik denk dat we dat allemaal heel goed moeten gaan uitpluizen en kijken welke mogelijkheden dat dat allemaal geeft. Onze bedoeling is dan om in het najaar daar rond een rapport op te stellen en terug met u in dialoog te gaan om dat rapport voor te stellen en om te kijken welke mogelijkheden dat daar voor de beide gemeenten in zitten. Ik zou zeggen, ja, ik heb hier nog een blaadje waarop staat, ja, de nieuwe naam van de gemeente. Ik denk dat we daar voorlopig, dat dat nog niet aan de orde is. Ik denk dat we eerst moeten kijken of we inderdaad tot een fusie kunnen besluiten. Als we op het einde van dit jaar vaststellen dat dat absoluut niet mogelijk is, dan moeten we ook geen energie gaan steken in het zoeken van een nieuwe naam. Dus ik zou zeggen, zet dat nog maar even in de kast. En misschien kunt u toch wel eens nadenken over bepaalde mogelijkheden. Zoals ik al zei, ik had de bedoeling om de inleiding kort te houden. Er is al heel wat informatie ondertussen ook verspreid via verschillende kanalen. En ik denk dat jij niet gekomen bent om naar mij te luisteren, maar dat wij vooral hier aanwezig willen zijn om naar u te luisteren. Ik weet niet of nog iemand iets wil toevoegen hier aan de tafel van voor. Nee. Dan stel ik voor dat de mannen met de micro's misschien eventjes gaan rondlopen en dat men even nadenkt of er bepaalde vragen zijn. En dan kunnen we die mannen hier aan de tafel ook een beetje aan het werk zetten. Ja, ik heb een vraag. Omdat het zo'n beetje raar komt, het komt zo voor iedereen uit het niks, maar bijvoorbeeld in 2014 is er nog gezegd dat CD&V op Glabbeek altijd zou blijven vechten voor een zelfstandig op Glabbeek. Dus vraag ik mij af, is er dan in de afgelopen 2 jaar dan zoveel meer schuld opgebouwd dat een fusie nu de enige uitweg is? Ik denk dat het een totaal niks met het ander te maken heeft. Die uitspraken van CD&V op Glabbeek, die zijn trouwens al langer van, dan van 2014. Die zijn van 2012. En ik weet niet, ik denk dat je de volledige tekst hebt. Misschien had je die volledig moeten lezen. Daar stond ook in dat CD&V op Glabbeek zeker niet wilde dat de mensen van op Glabbeek dat Genkenaars zouden moeten worden. Ik denk dat ik uw tekst ongeveer wel ken. Maar in ieder geval is het zo dat wij nu in 2012, na de gemeenteraadsverkiezingen toe, dat was de tijd dat minister Bourgeois
die had voorstellen klaar liggen voor verplichte fusies. En die zijn inderdaad, toen hebben wij als opgelavigse partijen, allemaal, zonder één uitzondering denk ik, heeft iedereen gezegd dat men tegen die verplichte fusies zou zijn. En wij ook natuurlijk. In 2014 is er dan een nieuwe Vlaamse regering samengesteld en op de onderhandelingstafel op dat moment hebben ook opnieuw de verplichte fusies voorgelegen. En die zijn pas heel op het laatste, want ik denk dat met de collega van Meeuwen Gruitrode, dat die aan die onderhandelingen heeft deelgenomen. En die zijn eigenlijk pas heel op het laatste van de tafel geveegd. Maar men blijft altijd toch met dat gevoel zitten van dat het verplichte gedoe, dat dat toch wel eens zou gaan komen. En ik denk dat het goed is dat het partij inderdaad standpunten inneemt, maar dat men zijn standpunten ook probeert te wijzigen in het belang van de gemeenschap waarvoor men dient. En ik denk dat dat de perfecte verklaring is wat de schulden overlast betreft, dat is totaal geen. Peter kan er misschien eventjes iets over zeggen. Wat de schulden betreft kan ik alleen maar zeggen dat sinds 1995 zijn we uiteindelijk nog maar één lening aangegaan. En dat is de bouw van de Lichter geweest. We hadden ook voor iets anders kunnen gebruiken. Dus we hebben daar alleen maar schulden afgebouwd. De laatste 4-5 jaar ook schulden afgebouwd. Ik denk dat we alleen maar kunnen zeggen dat we onder het gemiddelde van de schulden die de gemeenten in Limburg en in Vlaanderen hebben. We zitten daar vlot onderin, dus de fusie of de gesprekken die hier lopen zijn zeker niet ingegeven door de schulden die een gemeente zou hebben. Ja, even opvolgen dan. Als de schulden losstaan van de voordelen van een fusie, dan vind ik het wel graag dat dat het belangrijkste voordeel zou zijn waar continu op gehamerd wordt. Dat het gaat over een schuldovername van meer dan 11 miljoen euro. Dat is gewoon misschien de perceptie die wij krijgen door de communicatie daarom. Waarschijnlijk. Maar dat is niet de voornaamste reden. Ik heb dat al straks ook ik heb 3 voorbeelden aangehaald. En ik denk dat ik dat als laatste heb aangehaald. Dus ik denk dat er andere en belangrijke voorbeelden gaan zijn. Dan heb ik nog een ander vraagje. Er wordt namelijk gesproken in de brochure over 2 financieel gezonde gemeentes. Ja. Er wordt dan ook gesproken van dat na de schuldovername van meer dan 11 miljoen euro de 2 gemeentes, of de fusiegemeenten, quasi schuldenvrij zou zijn. Wat moet ik verstaan onder quasi, aangezien in mijn ogen, ik weet dat elke gemeente wel schulden heeft, dat is niet helemaal hoe het werkt, maar ik vind 11 miljoen euro schulden verspreid over deze 2 gemeenten is toch wel redelijk groot. Dus ik vroeg me af, hoe relatief is quasi dan? Kan ik misschien ook even op antwoorden? Ik heb het juist al aangehaald. Als wij een schuld hebben van 700 euro per inwoner op dit moment, is dat zeer laag zelfs. Dat kan misschien wel hoog klinken als we over 7 minuten spreken in totaliteit. Maar het is nu helemaal zo dat het in de statistieken zeer laag is. Ik denk ook dat een gemeente, wanneer dat je geen schulden zou maken, dat je ook niet goed zou werken. Ik denk dat dat nodig is. Leningen zijn nodig nu eenmaal om een beetje stabiliteit in de werking en ook in de fiscaliteit te behouden natuurlijk van een gemeente. Want anders gaat je natuurlijk constant met pieken beginnen werken, wat ook natuurlijk ook niet goed is. Ik wil daar misschien vanuit Meeuwen Gruitrode heel kort bij aanvullen. We spreken over 11,5 miljoen schuldkwijtschelding. Dat komt omdat er 500 euro per inwoner voorzien is. Meeuwen Gruitrode heeft ongeveer vandaag 500 euro schuld per inwoner. Op Gladbeek 740 euro schuld per inwoner. Dus als je daar het gemiddelde van maakt en je telt daar 500 euro per inwoner vanaf, dan zijn wij quasi, bijna, schuldenvrij. En net zoals hier een schuldafbouw gecreëerd is de laatste jaren, is dat in Meeuwen Gruitrode niet anders. Wij komen vanuit een tijdperk van 16 miljoen euro schuld en nu ook geen 7 miljoen euro meer. Dus dat creëert natuurlijk ook wel wat adem en beleidsruimte als je weinig schuld hebt. Ja, dus de volgende vraag daarbij is dan, die schuld is dat veroorzaakt door structurele tekorten of zoals bijvoorbeeld hier aangehaald wordt, de lening van de Echter? Want dat is natuurlijk belangrijk,
om te weten of het gaat om een structureel tekort dat opgelost moet worden of een eenmalige kost. In de conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse regering ben ik door de pers gevraagd, in een eerste reactie, heb ik toen duidelijk gezegd, geld mag niet de enige drijfveer zijn voor een fusie. En ik meen dat ook. Als wij hier vandaag op Glabbeek zitten en als op Glabbeek in Meeuwen-Gruitrode zit, dan voel ik dat bij op Glabbeek dezelfde bekommernis is als bij ons. Wij zijn vandaag een heel leefbare landelijke gemeente met een sterk verenigingsleven en met een sterke dienstverlening naar onze burgers, waar mensen nog graag wonen en waar mensen elkaar nog kennen. En dat is een identiteit die we naar de toekomst toe ook zouden willen behouden. En wij denken dat het zeker en vast de moeite waard is om te onderzoeken of we dat samen in de toekomst nog beter kunnen. Oké, okay, Koen. Als iemand stoor, ik heb nog een paar vraagjes. Ja, ja, maar ja, was zo. Ik kan de indruk bij de mensen is gewoon, we hebben dat in de pers vernomen. Er wordt heel veel over voordelen gesproken. En als eigenlijk, ik heb ook een stukje op TVL gezien van de gemeenteraad in Meeuwen-Gruitrode. Er wordt eigenlijk gezegd als iemand op een eventuele nadelen wijst van, ja, maar dat moeten we nog onderzoeken. Ja, ja dat is logisch, maar dan vraag ik mij af, als ik de interviews in de pers zie en de persberichten die naar buiten gegaan zijn, dan is het vooral een goed nieuwsverhaal, wat ik snap als je iets verkocht wilt krijgen, maar zou dat niet beter zijn geweest om gewoon eerst de burger in te lichten en het onderzoek te voeren, om dan in de pers te gaan zeggen, het is een goed of het is een slecht idee. Want uiteindelijk weet niemand op dit moment de volledige kostprijs van de fusie. Men weet enkel van de schuldovername, maar als er gevraagd wordt naar wat gaat het bijvoorbeeld kosten om in een andere politiezone te stappen, die dingen zijn allemaal nog niet bekend, zoals ik begrepen heb. Nee. Maar dat vind ik een hele goede suggestie, maar daar moeten we nu toch realist in zijn. Je kunt toch niet aannemen dat je één woord kunt spreken vandaag over een fusie, zonder dat dat heel groot en heel uitgebreid in de pers gaat komen. Dat is gewoon onmogelijk. Wij wisten dat ook, we hebben dat zo lang mogelijk stilgehouden, maar we wisten, de dag dat onze folder de post op gaat, dan hangt dat groot en het uitgebreid in de pers en daar hebben we ons ook op voorbereid. Ik denk dat er geen andere manier is, of dat je dat nu jammer vindt of niet, maar dat is gewoon de realiteit van vandaag. En ik denk ook dat het goed is, ik heb het in mijn inleiding ook gezegd, het is goed om alle voor- en nadelen te gaan opwegen. En ik heb ook gisteravond, ik doe dat vandaag opnieuw, een oproep doen naar iedereen die zegt van kijk, dat zou een voordeel of dat zou een nadeel kunnen zijn. Dus ik zou zeggen, hou nu niet in en laat het ons in godsnaam weten. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja, dan wil ik meteen het grootste nadeel voor elke individuele burger even zeggen. En dat is, in 2012 was mijn stem 1 op 6.932 waard. Ja. Bij een fusie zou dat slechts 1 op 16.020 zijn. Dat wil zeggen dat mijn democratische waarde als burger met meer dan de helft vermindert. Dat is natuurlijk eigen aan een fusie, maar langs de andere kant heb ik meer dan de helft minder inbreng in het beleid van wat in mijn gemeente gevoerd wordt. En dan is de vraag, als er geen referendum georganiseerd wordt, maar gaan mensen wel hun stem minder waard doen zijn, waarom dan niet gewoon een referendum en laten mensen zelf kiezen? Ja, goed, we hebben daar gisteren ook over gehad, over een referendum. We hebben toen ook verteld dat er op heel wat plaatsen in Vlaanderen al referenda zijn gehouden. Dat er daar 2/3 dat die totaal geen waarde hebben gehad. En wij denken dat we beter centen kunnen steken in andere bevragingen waarmee we de mensen ook kunnen bereiken. Wij doen nu 7 hoorzittingen. We zijn aan het bekijken op welke manier dat wij iedere inwoner van op Glabbeek kunnen zijn gedacht te laten te zeggen. Wij kunnen dat doen via infobladen, wij kunnen dat doen via enquêtes, via internet en noem maar op. Ja, ik ben er zelf niet zo uit in thuis, maar er zijn verschillende mogelijkheden om dat te gaan peilen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je zegt voor een referendum, dan ga je gewoon de vraag stellen, zet je voor of tegen een fusie, dan heb je gewoon ja of nee. En dat vind ik veel te eng. Ik denk dat men het juist moet opentrekken en dat men de mensen de kans moet geven om te zeggen waar het op staat en wat hun zorgen zijn. En ja, goed.
Een referendum hoeft niet per se een ja of nee vraag te zijn, daar kun je genuanceerdere vragen inzetten. Bijkomend is het gewoon zo, in de brochure staat bijvoorbeeld, het is belangrijk dat de burger zijn stem kan laten horen. Ja, klopt. Maar, zoals wij dat hier al een beetje gewend zijn, wij zijn daar vet mee als wij onze stem laten horen, maar we kunnen ze niet laten gelden. Want dat is de enigste manier om er ook effectief iets mee te kunnen doen. Wij kunnen hier zoveel mogelijk dingen naar voren smijten, maar uiteindelijk, democratische waarde is dat nul, want uiteindelijk hebben wij vrije meningsuiting, maar die heb ik sowieso ook al. Dus daarvoor zou een referendum net goed zijn. Maar ik vraag me af als dat referendum zo zaligmakend is. Dat referendum bestaat sinds 1995. Dan zijn er van 1995 tot nu, op 21 jaar tijd, zijn er 18 georganiseerd. Van die 18 hebben ze er 12 niet kunnen gebruiken, omdat er gewoon veel te weinig mensen kwamen opdagen. Ja, dus iedereen zei, dat kun je niet gebruiken, want dat kun je niet als referentie gebruiken. Dus eigenlijk op 21 jaar tijd zijn er in Vlaanderen 6 referenda georganiseerd. Referenda waar het inderdaad gaat over ja of nee. En waar je misschien nog kunt zeggen van kijk, we gaan dat een beetje, we gaan die vragen wat genuanceerder stellen. Maar daarmee heb je het dan ook gehad. Ik vind alleszins die dialoog die we deze hoorzittingen aangaan heel erg nuttig. Ook mensen die er tegen zijn. Ik heb de indruk dat je niet echt voor een fusie bent. Die argumenten, ik vind dat heel erg nuttig om die hier van u te horen. Om eventueel misschien op een aantal zorgen die er zijn al een antwoord te bieden. Maar ook een aantal dingen die wij kunnen meenemen in onze overweging. Van kijk, zijn dat voor- of nadelen waar we in de toekomst verder mee weg kunnen. Verder mee kunnen omgaan. Ik heb bijvoorbeeld al heel erg nuttige suggesties gehoord in die twee voorbije hoorzittingen. De eerste hoorzitting, bijvoorbeeld in Gruithode, was daar een professor aanwezig. Die zei van, die fusie biedt veel meer kansen dan jij hier vandaag laat zien. Daar zitten nog een massa kansen in. Je moet daar dieper over durven nadenken. We hebben die man ondertussen ook al een keer uitgenodigd om verder met ons mee na te denken. Gisteren vertelde hier iemand van, ja, eigenlijk zou je verenigingen elkaar eens moeten leren kennen, want volgens ons zitten daar ook een aantal kansen in. Dus dat zijn kansen die hierin zitten, maar dat ons werk af is na deze hoorzitting, dat geloven wij niet. We moeten daar verder mee aan de slag en we moeten zeker en vast ook zorgen dat iedereen, en ik vind in dit verhaal tegenstanders nog belangrijker dan voorstanders, dat we die argumenten horen en dat we daar effectief iets mee kunnen doen. Als je zegt, mijn stem wordt minder, omdat nu mijn stem één van de 6000 is, en dan wordt het één van de 16.000. Ja goed, in Frankrijk, als je dan voor de gemeente gaat stemmen, daar is je stem één van de 300 waarschijnlijk. Hè? Want daar heb je heel kleine gemeentes. Het nadeel is dat daar de burgemeester nog juist de bloemen op het stadsplein water mag geven en voor de rest daar niks meer kan doen, want alles wordt dan vanuit gouvernementen bestuurd, omdat die gemeentes zo klein en onmachtig zijn dat ze zelf niks meer kunnen beslissen. Ja, dan heb je wel een 300ste stem om die burgemeester mee aan te duiden, maar brengt dat dan nog veel bij om in uw regio of in uw gemeente iets te veranderen? Voor de duidelijkheid, ik ben niet per se tegen een fusie, maar ik reageer gewoon op de informatie door de gemeentes verspreid is. Ja. En daar hebben wij eigenlijk. Er is eigenlijk bitter weinig info bekend over de fusie op dat moment. Ja. En als ik bijvoorbeeld overkom als iemand die tegen een fusie zou zijn, dan is dat gewoon dat wij redelijk gewend zijn, als er tegenstand is, dat het heel moeilijk is om je stem hier nog wel in te laten horen. Maar ik denk dat vanavond er toch bewezen wordt dat je je stem hier heel uitgebreid kunt laten horen. En wij hopen hier nog heel lang met u over kunnen te discussiëren. Maar, ik begrijp ook, als je zegt, die info, er is nog heel weinig bekend. Natuurlijk, omdat we ook nog maar aan het begin van het proces staan. We gaan nog heel erg veel zaken gaan moeten onderzoeken. En daar gaan we ook nog heel erg veel mensen bij nodig hebben. En dat konden we niet in alle discretie doen. We gaan daar heel breed moeten gaan om iedereen overal bij te betrekken. Want op alle verschillende beleidsdomeinen moeten er zaken onderzocht worden. En moeten wij verder kunnen werken. Dus ik denk dat wij een heel erg druk halfjaar voor de boeg hebben in beide gemeentes. En ik denk dat wij in het najaar dat allemaal
veel duidelijker en veel uitgewerkter moet zijn dan, dan vandaag. En op dat moment heeft u opnieuw staan. Goed, goed. Ja, zo was het. Ik ken meneer hier niet, maar in heel veel vragen die hij stelt, ja, ik zit met dezelfde vragen eigenlijk. Ik ben van Gruithoorde en als er een fusie aangegaan moet worden, dan ben ik de eerste om te zeggen van, ja, opgelabbeek, dat is een ideale keuze. Ik ben een halve opgelabbeekenaar, ik heb hier familie, ik ga hier winkelen, ik ben aangesloten bij Femma en opgelabbeek. Ik kal inderdaad ook plat, Benny. Ja, voilà. Ja, voilà. Maar om nu te zeggen van, kijk, we gaan niet aan een referendum doen, of om te zeggen van, het is de vrije keuze, die fusie. Nee, voor u is dat een vrije keuze. Maar voor ons niet, zonder referendum. En ik ben hier niet om te zeggen dat ik tegen een fusie ben, want dat ben ik niet. Ik ben hier om te horen van, wat zijn juist de voordelen, wat zijn de nadelen. En op basis daarvan wil ik mij een mening vormen. En op basis daarvan wil ik ook dat jij mijn mening respecteert en ze hoort. En rekening houdt met ons allemaal. En wijzen naar referenda die vroeger geweest zijn. Dit hier, een vrijwillige fusie, is een unicum, zoals ik het zelf al aangehaald heb. Dus waarom een referenda over dit vergelijken met een referenda over een andere zaak? Dit is veel te belangrijk om zelf alleen te beslissen. De fusie van Meeuwen en Gruithoorde is zo moeilijk gegaan. Die vijandschap is er nog. De scherpe kantjes zijn er vanaf loden, dat moet ik zeggen, na zoveel jaren. Maar ze zijn er nog. Het zijn nog altijd de hieren van Meeuwen en de boeren van Rooi. Dus ik kan niet anders als wijzen op het belang van een referendum, van het belang van de inwoner zijn stem te laten horen. En die schulden allemaal, wat ik u heb horen zeggen, die omliggende gemeentes, dat interesseert mij niet. Meeuwen Gruithoorde interesseert mij. En ik denk dat de mensen die hier zitten zeggen, opgelabbeek interesseert mij. Dus ik blijf daarop drukken. En dan ben jij bent begonnen met zeggen, ja, maar men dwingt ons om er bijkomende diensten bij te nemen. Maar die men, hè, door afbraak van de provincies en overheveling van bevoegdheden, dat verklaart u hier aan het begin van de avond. Maar laten we eens even kijken, hoe komt dat? Hoe komt het dat wij taken van de provincie moeten overnemen? Wie is daar de oorzaak van? Dat is toch wel ons Vlaams parlement, hè? En wie zit daarin? Toch wel het CD&V, hè? Dus de Vlaamse overheid die zegt op dit moment, we gaan bevoegdheden van de provincie overhevelen naar de gemeentes. We gaan die met van alles en nog wat opzadelen. Ja? En dan gaan we in de gemeente zelf, dezelfde partijen als in de meerderheid zitten in het Vlaams parlement, gaan dan klagen van, ja maar ja, we hebben niet genoeg centen om dat allemaal te doen. Dus aan de ene kant neemt je die maatregelen en aan de andere kant gaat je erover klagen. Dat zou zijn alsof ik mijn eigen tegen mijn schenen stampte en dan jankte, dat het doet pijn. We zullen hier van Vlaams parlement eens laten. Ja, door. Marleen, over het laatste. Het politieke debat daarover is hard gevoerd en is lang gevoerd. En u weet ook dat CD&V daar als enige partij tegen de gedwongen fusies was en tegen de afschaffing van de provincies. Als wij als CD&V niet in de regering hadden gezeten, waren de provincies volledig weg geweest. Nu zijn ze voor de helft weg en we hebben langs de andere kant op de gemeentes onder de 15.000 inwoners kunnen behoeden van gedwongen fusies. Als wij meer willen realiseren, liefst. Maar we waren niet de grootste partij. Daar heeft de kiezer over beslist. En dat is zo. Wij vinden dat ook heel erg. De Rossen zijn altijd de kleinste partij geweest. En die zijn altijd de schuld van alles geweest. Ja, ik durf als jij tegenover mij staat geen opmerking te maken over de socialisten. En ik wil hier ook absoluut geen politiek debat voeren. Marleen, het is omdat je er veel over spreekt dat ik wel uw recht in de ogen kan kijken en wel kan zeggen dat mijn partij
dat die de provincie verdedigd heeft en dat die ervoor gezorgd heeft dat er geen gedwongen fusies komen. Dat kan ik hier ook hardop zeggen. Voor wat betreft het verhaal over de fusies, de fusie tussen Meeuwe en Gruitrode, dan vind ik dat nu precies een goed voorbeeld is waarom dat we moeten vermijden om nog ooit een gedwongen fusie te krijgen. Ik heb 2 dagen geleden in Rooi nog verteld hoe ik als manneke van 4 jaar in Meeuwe de ezel uit de kerststal zag weggehaald zijn en voor de deur van het gemeentehuis zag staan. En na dat hebben ze mij uitgelegd dat er een briefje op hing: IA, breng mij terug naar Gruitrode. Er heeft mij verleden week iemand vol vuur komen vertellen: ik ben destijds nog mee gaan betogen in Brussel tegen de fusie. Maar hier ben ik voor. Want dit kunnen we zelf beslissen. Dat is goed, Lode, dat begrijp ik. Eén belangrijke, denk ik. En voor de rest, die scherpe kantjes zijn er wat vanaf. Dat we elkaar nog wat jennen. Hè. Ik zag dit jaar nog een mooie voorstelling van die mannen van zo'n improvisatietheater in Gruitrode. En daar werd zo'n publiek gevraagd. Wat is soort, die wisten zelfs niet dat ze mee bij Gruitrode waren. Die wisten alleen dat ze in Gruitrode waren. Die zeiden: wat is het probleem voor de mensen van Gruitrode? Het eerste wat er vanuit de zaal geroepen werd, was die van Meeuwe. Dus, en er is ook helemaal niks mis mee dat men elkaar wat jent, maar ik denk dat daar de scherpste kantjes wel vanaf zijn. Maar over die stemgelden. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk, want we willen toch absoluut niet de indruk wekken dat met die hoorzittingen van deze week en volgende week, dat daarmee de zaak af is. En uw stem laten gelden, maar daar zijn we het dan over oneens. Wat mij heel erg zou frustreren, als wij een referendum zouden organiseren en daar zou zoveel procent ja zeggen en daar zou zoveel procent nee zeggen, is dat ik niet weet waarom iemand ja heeft gezegd en waarom iemand nee heeft gezegd. Dat zou mij heel erg frustreren. En ik vind dat ook een te enge benadering van dit heel verhaal. Ik vind dat een te enge benadering hoe dat we hiermee om moeten gaan. Ik denk dat als jij het goed uitlegt, dat wij heel duidelijk ja of nee kunnen zeggen. Als jij het goed uitlegt aan ons, dan kunnen wij een heel verantwoorde keuze maken. Ja voor of nee tegen. Wel, wij horen vooral tegen dat gedwongen dat van Meeuwen en Gruitrode inderdaad worden, dat is zo. Dat was gevoelig, dat is gevoelig, dat deed pijn, de mensen betoogden. Maar dat is voor ons nu ook zo. Jij bent vrijwillig, maar wij worden gedwongen. Moeten wij dan voor de poorten van ons gemeentehuis gaan betogen? Want dat is hetzelfde als toen in Brussel. Jij vraagt ons mening, jij behandelt ons dus als kleine kinderen, want als we ja of nee zeggen, dan vertrouwt je niet op. Dat zegt je hier toch? U zit een beetje aan het doodrammen. Ja, ik denk ook dat je wij wachten. Is dit mond dood maken? Wij wachten. Nee, als wij mond dood proberen te maken, dan zaten we hier in vanavond. Ik zou dan in mijn bed zitten en de rest van de tafel hier die zou waarschijnlijk op een andere vergadering zitten. Absoluut niet. We investeren de tijd om naar u toe te komen, omdat we dat ook heel erg belangrijk vinden. Maar wij investeren ook tijd, Lode. Wij komen naar u luisteren om een mening te vormen. En wij appreciëren dat. En we hopen ook dat bij de volgende hoorzitting dat ook weer zal gebeuren. En we hebben met die professor van eergisteren ook al een keer een afspraak gemaakt. Omdat ik een van mijn concrete vragen aan hem zal zijn: hoe kun je participatie maximaal vergroten? Hoe kun je de bevolking nog meer gaan betrekken? Ik vind het belangrijker om uw bevolking te betrekken in een debat dan zomaar een ja-nee discussie. Want daarmee zou men wel eens een ja kunnen geven omwille van het feit dat men over een aantal zaken zonder dat wij weten waarom het ja gezegd heeft. Maar ik zou wel zeggen waarom dat ik ja of nee zeg. Dat kun je op je stembrief van het referendum niet schrijven, hè? Want dan is je stem ontgeldig. Hè? Als jij het hier goed uitlegt en ons zegt van kijk, er zijn zoveel voordelen aan, dan is die ja van ganser harte. Nogmaals, vandaag, ik heb dat juist al gezegd, voor- en nadelen gaan op te sommen. We staan precies nog aan de vooravond van een heel onderzoek. En we vinden het eigenlijk belangrijk om op de vooravond daarvan iedereen al een keer gehoord te hebben. Om een keer de bekommernissen die er zijn, om die kunnen mee te nemen. Maar dat dit is onze belangrijk. Bekommernis. En ja? Als je tegen het najaar al die dingen uitgeklaard hebt,
Maar mogen ons die nog eens vertellen op een hoorzitting? En dan zullen we misschien wel tot een referendum kunnen komen. Want dan heb jij alles uitgeklaard en hebben wij alles gehoord. En dan kunnen we misschien wel volmondig ja of nee zeggen. Wel, dat is wat Penny daar straks gezegd heeft. We gaan ons het najaar zeker en vast nog terug ontmoeten. En alle bezorgdheden die er zijn, worden genoteerd. Ons communicatieambtenaren die noteren hier alles ijverig. We noteren alle vragen die binnenkomen op de website. We noteren de vragen die telefonisch binnenkomen op de gemeentehuizen. De vragen aan de balies worden genoteerd. De vragen die we op straat horen, die worden genoteerd. En daar gaan we mee aan de slag. Genoteerd en dan rechtstreeks geclasseerd, zeker? Nee, dat is goed. Merci Marien, voor uw tussenkomst. Ik wil er wel even op inpikken. Wat zij proberen te zeggen is eigenlijk, jullie zijn tegen gedwongen fusies. Dat is het hele uitgangspunt, wij kunnen nu nog kiezen. Maar, wij hebben jullie verkozen, sommigen toch, om ervoor te zorgen dat jullie onze stem naar voren brengen. En goed, ongeacht hoeveel mensen er komen opdagen op een referendum in het verleden, eigenlijk is het een beetje hypocriet om te zeggen, wij willen geen gedwongen fusies die ze ons van bovenaf opleggen, maar jullie zijn ons gemeentebestuur. En jullie gaan ons geen kans geven om ja of nee te stemmen. Ik snap je bekommernis als je niet weet waarom iemand ja of nee heeft gestemd, maar dat is bij de verkiezingen niet anders. En niemand zegt, wij willen enkel een referendum. Nee, wij willen een referendum zodat onze stem ook effectief iets waard is. Dit is nooit ter sprake gekomen bij de verkiezingen van 2012. Dus toen wij gestemd hebben, wisten we niet eens dat dit in de mogelijkheden lag. Dus eigenlijk zou het gewoon heel logisch zijn om en een referendum te organiseren, daarvoor nog hoorzittingen. En als jullie echt alle vragen en bekommernissen van de burger gaan doornemen, dan gaan jullie ook wel conclusies kunnen trekken waarom iemand ja of nee heeft gestemd. Niet per se individueel, maar u gaat wel weten wat er bij de bevolking leeft. Het een sluit het ander niet uit. Het hoeft geen of-verhaal te zijn. Goed, ik stel voor dat we dat meenemen, maar we gaan... Ik denk dat er meer mensen zijn die nog andere vragen hebben en misschien dat we die ook de kans moeten geven, toch? Ludo. Over die doorgaande referendum te hebben. Hoe ziet u die nieuwe gemeente? U heeft een bepaald idee over die nieuwe gemeente er moet uitzien. Ziet u dat als een bipool of ziet u dat gelijk een kerngemeente met een aantal gemeentes daar rond? Gaat dat misschien zijn zoiets gelijk Bulze met één grote gemeente met een stuk of 10 satellieten daar rond? Of praat je over... Ons uitgangspunt, Ludo, is altijd geweest, toen we de gesprekken zijn opgestart, dat de mensen van Opglabbeek voor alle zorgen en bekommernissen ook in Opglabbeek terecht moeten kunnen blijven. En dat de mensen van Meeuwen-Gruithoorde voor al hun zorgen, bekommernissen en weet ik wat, noden die zij hebben en nodig hebben van een gemeentebestuur, dat zij dat in Meeuwen-Gruithoorde terecht moeten kunnen. We vinden wel dus dat wanneer iemand van Gruithoorde bijvoorbeeld zegt ik moet toevallig in Opglabbeek zijn, dan moet je dat natuurlijk ook, je zou eigenlijk op alle plaatsen terecht moeten kunnen. Maar we willen onze dienstverlening zo kort mogelijk bij de mensen van Opglabbeek en van mee Gruithoorde blijven behouden. Dat is het uitgangspunt. Praat je dan over twee gemeentehuizen, twee administraties, twee technische diensten? Waar zijn de besparingen dan op? Nee, daar praten we niet over. Wij spreken wel over twee gemeentehuizen, administratieve diensten waar mensen terecht kunnen. Maar ik kan me heel goed indenken dat bijvoorbeeld een financiële dienst die geen rechtstreekse contacten heeft met de bevolking, of een personeelsdienst, dat die, het zij in Meeuwen-Gruithoorde, het zij in Opglabbeek, het heeft natuurlijk te maken met de plaats en de infrastructuur en de ingesteldheid op dat ogenblik, dat die daar kunnen zitten. Dat lijkt me geen probleem te zijn. Ja, ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen uw front office en uw back office. Hè. Ja. Uw front office, dat zijn al uw diensten die gerelateerd zijn aan uw balies, rechtstreeks aan de bevolking. En dus die mensen rechtstreeks verder helpen. Uiteraard moet je dat op twee plaatsen bewaren. Maar alles wat daarachter zit, dat is nog veel meer. Dat zijn uw ondersteunende diensten die uw beleid meemaken, die een aantal zaken mee ondersteunen.
denk dat, dat je daar je efficiëntiewinsten wel kunt maken en kunt samenwerken. Als je alleen al kijkt naar je technische dienst bijvoorbeeld, ik denk dat er op allebei onze technische dienst op sommige momenten machines stilstaan. Ja, misschien moet je daar minder in gaan investeren en die machines meer gebruiken voor het totale grondgebied. Ik vind die vraag over de bietpool vind ik eigenlijk een heel interessante vraag voor u. Wil ik toch wel even verder op ingaan. We hebben Meeuwig Ruitrode als fusiegemeente, als dubbele fusiegemeente, want we hebben al twee fusiegolven meegemaakt. Daar eigenlijk altijd vooral heel veel ingezet op de leefbaarheid en de eigenheid van de verschillende kerkdorpen. En we moeten daar geen doekjes om draaien, die kerkdorpen zijn niet allemaal even groot. Maar we hebben wel gezegd, ons doel moet zijn dat je die leefbaarheid van elk kerkdorp kunt blijven garanderen. Dat daar jong mensen komen blijven wonen, zodat er ook kindjes komen, dat daar nog een school blijft. Dat is heel belangrijk dikwijls voor het dorp. Want vanaf het moment dat een dorp de leerlingenaantal in een schooltje naar beneden gaat, en zeker in zo'n klein deelgemeente, ja, als een keer de school dicht gaat, dan is nog geen kat meer geïnteresseerd van jong mensen om daar komen te wonen. En dan ziet je leefbaarheid zo achteruit gaan. Hè? Want dan heb je alleen nog een oudere bevolking die daar woont en de jongeren komen daar niet meer naartoe. In Zuid-Limburg heb je daar een paar voorbeelden van. Goede voorbeelden wil ik dat niet noemen. Maar wat dat dorpen echt qua leefbaarheid enorm achteruit gegaan zijn, omdat de school dicht gegaan is. Dat is, denk ik, ik zie die toekomstige gemeente, als er die zou komen, dan zie ik dat eigenlijk als een verzameling van heel veel verschillende entiteiten die er vandaag zijn. Waar dat nog een eigen school is, waar dat op sommige plaatsen ook meer voorzieningen zijn, maar dat sommige plaatsen ook voorzieningen zijn voor de hele gemeente. Maar dat denk ik dat zo'n beetje het model moet zijn waar dat je vanuit vertrekt. Oké. Zijn er nog vragen? Peter. Ik lees dat je om een leefbaar gemeente te hebben 30.000 inwoners zou moeten hebben. Ik hoor daarvan de burgemeester van Meeuwen, 15.000 zou bij verplichte fusies zinvol geweest zijn. Nee, de gemeentes die kleiner waren dan 15.000, die zouden verplicht om samen te gaan. Ja, dat heb ik vergeten verstaan. Ja. Maar als 30.000 zou worden, dan gaat je niet aangeraken. Gaat dat dan eigenlijk een voorbeeld te zijn op dit ogenblik om later nog eens een keer te fusioneren? En waar gaan we dan naartoe? Daar gaan we gaan er in ieder geval niet vanuit. We hebben contacten gehad met binnenlands bestuur, we hebben contacten gehad met kabinet Hoomans. En op dit ogenblik denkt men dat 23.000 inwoners dat ruim voldoende is. Maar we kunnen natuurlijk niet heel ver in de toekomst kijken en we weten ook niet wat men nog eens ooit zal beslissen. Maar ik denk dat in ieder geval dat nu wij kunnen zorgen voor een leefbare en een goede gemeente. Zo'n maatschappij verandert op dat vlak heel erg snel natuurlijk, hè. Dus wij hebben ook geen glazen bol. Persoonlijk heb ik daar nog altijd een bekommernis. Ik hoor dat mensen vandaag ook spreken van grotere fusies, naar 50.000, 60.000 inwoners. Ik denk dat wij hier zowel in Opglabbing als in Meeuwig-Ruitrode toch nog altijd als bestuur vrij dicht bij de bevolking staan en eigenlijk vrij goed weten hoe we de bevolking houden. Ik denk 50.000, 60.000 inwoners. Dat wordt al moeilijk. Ik denk dat dat toch iets is wat je goed in je achterhoofd moet houden als je nog groter gaat dan wat we vandaag zitten, als je naar die 50.000, 60.000 inwoners gaat. Anderzijds 23.000 waar we nu op zouden komen, zo ken ik heel wat gemeentes in de omgeving. Hè. Ik denk Zonhoven, Diepenbeek, Mazeik, Deeltse Stokkum. Het zijn allemaal van die gemeentes van die omvang en lijkt ons eigenlijk wel een gemeente die naar de toekomst toe levensvatbaar zou moeten zijn. Ja. Voldoende, Peter? Ik heb een vraagje. Als nu de fusie er komt, dan zijn we quasi schuldenvrij. Zou de gemeente dan ook eindelijk eens iets kunnen doen en de leegstand hiervan opglabbing? Daar zijn we denk ik volle bak mee bezig. Ik denk dat je bedoelt vooral de Dorpstraat, die er nogal leeg bij ligt.
Het probleem is dat we daar al een aantal jaren mee bezig zijn, dat het inderdaad niet van vandaag op morgen gaat. Maar ik kan u vertellen dat we de intentie hebben om dit jaar de laatste verkopen af te ronden. Ik weet niet of je het weet, maar de bouwmaatschappij Landwaarts, die hebben, ik denk, praktisch alles gekocht van aan de kiezelparking, hoekweg naar Poeteren, Dorpstraat, langs Martha, gelijk ze vroeger zeiden, hè. Tot aan het klooster, dat is allemaal aangekocht door Landwaarts. En wij zijn als gemeente nog eigenaar van het klooster en van de twee woningen, van de vroegere kaplaan en van de gezusters Aarouders. En wij willen dit jaar die verkoop afronden, zodat Landwaarts eigenlijk van aan de lijst tot aan de tot bijna aan de oude tijd, bij wijze van spreken, alles in eigendom zou hebben. De bedoeling is dan ook om dat zo snel mogelijk af te breken en dan is er die leegstand inderdaad niet meer. En dan willen we daar ook een heel groot nieuw project op starten. We hebben nog andere leegstand. We hebben bijvoorbeeld het huis Schelkenmanen, de hoek van de Kapelstraat en de Kimpenstraat. Daar zitten we in de laatste fase van toewijzing van het project. Wij hebben dat vorig jaar opgestart. Daar zijn toen een viertal aannemers en architectenbureaus op ingegaan, hebben voorstellen ingediend. En vandaag de dag denk ik dat we zo'n beetje in de slotfase zitten om toe te wijzen en hoop ik dat we in het najaar met de bouw kunnen beginnen. De bedoeling is dat er een 20-tal appartementen komen, dat op het gelijkvloers kantoren komen en dat van die 20 appartementen dat er 1/3 zorgappartementen voorzien worden, wat niet niks is. Dan denk ik dat er nog een laatste gebied is waar nogal wat leegstand is en dat kom ik korter bij u, Cecile, naar de Rozenstraat toe. Dat is het gebied tussen de Kimpenstraat, Postweg, Rozenstraat en Rijtstraat. Daar hebben wij als gemeente 3 woningen aangekocht. Dat zijn de woningen die leeg liggen op het moment. En daar hebben we ook 2 bouwgronden aangekocht. En we zijn op dit moment nog in onderhandeling met 2 nieuwere woningen tegenover het rusthuis. De bedoeling is ook om daar een beetje tabula rasa te maken, als ik het zo mag noemen. En dat we daar dat noemen we onze woonzorgzone. De bedoeling is dat we daar ook appartementen gaan bouwen. Maar dat we ook heel wat seniorenflats, zorgwoningen, dat die daar ook uit de grond kunnen rijzen. Er is ook interesse van Nieuwdak, die sociale huurappartementen daar willen gaan bouwen. En heel het voorbereidend werk is een beetje gestoord geworden, moet ik zeggen. We hebben een voorstel gekregen van het rusthuis. Ik moet er heel voorzichtig in zijn wat ik daarin zeg, maar het rusthuis heeft eigenlijk de plannen om een nieuw rusthuis te bouwen. En om daar ook nog eens aan te koppelen een 20-tal seniorenflats. Ik denk dat dat een heel goede zaak is, maar ik kan me inderdaad voorstellen, Cecile, dat je je ergert als je daar iedere dag doorkomt, dat dat leeg staat. Maar dat heeft helemaal zijn tijd nodig en we hebben daar toch wel goede vooruitzichten voor. Ja, het is alleen spijtig. Die mensen moesten toen op 1, 2, 3 eruit en nu staan die huizen al 3 jaar leeg. Ja. Dus, en daar een dorp, wat jij zegt, van Amarta tot aan het klooster, ja. Dat is al meer dan 9 jaar geleden dat ik mijn mama had ingeschreven omdat er serviceplaats gingen komen. Ja. Mama is tussenin die 9 jaar overleden en daar is steeds nog niks gekomen. Nee, maar dat is het probleem dus dat met aankoop, je moet met 2 zijn en je moet willen om het te verkopen en noem maar op. Hè. Dus dat is inderdaad voor ons ook soms wel een leidersweg geweest. Maar ik denk dat we nu zo goed als eigenaar zijn van alles en dat we nu volle bak daaraan kunnen verder doen. Succes en achter 10 jaar in staat. Ja, voilà. Ik heb gewoon de hoogzitting gehoord van onze OCW-secretaris dat volgende week het nieuwe masterplan voor de woonzorgzone wordt voorgesteld. Vers van de pers. Goed.
Cécile, merci. Goed. Mijn vraag is eigenlijk, zijn er ook andere fusies bekeken of gesprekken geweest? Want persoonlijk zou ik zeggen, mij lijkt een samensmelting met As veel logischer dan met Meeuwige. Ligt geografisch gezien bijna tegen elkaar op. Een Meeuwige moet ik eerst 15 minuten lang koeienweien passeren. Ja, met alle respect natuurlijk voor de koeien. Nee, dat was natuurlijk om te lachen, maar mijn vraag is eigenlijk gewoon heel kijk. Zijn er ook met andere gemeenten gesprekken geweest? En indien ja, zijn die afgesproken, zoals bijvoorbeeld met As, of is dat gewoon niet gebeurd? Wat op Grabbeek betreft kan ik u antwoorden dat wij met geen enkele andere gemeente hebben gesproken. Ook niet met, ja, we hebben wel ontzettend formeel met As erover gesproken, maar As is daar op dit ogenblik niet in geïnteresseerd. Ik weet niet of ze mee met iemand, mee Gruitrode met iemand hebben gesproken, maar... Ik kan u heel oprecht zeggen, onze eerste liefde was op Glabbeek. Zelfs al moesten we daar 15 minuten voor de koeien weg. Nee, maar jullie zitten nu ook al in een heel unieke situatie dat je allebei CD&V meerderheden zit. Je hebt dan ook nog eens allebei de N-VA in de oppositie. En die kunnen ook moeilijk tegen een fusie zijn, aangezien dat dat van hun partij eigenlijk komt, federaal gezien. Dus ja, daarmee was mijn vraag van, ja, is dit nu ook niet gewoon een beetje een toevallige fusie? Ja. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Meeuwige Gruitrode en op Grabbeek, we werken al samen op een aantal vlakken. Dus we zien ons toch wel regelmatig. En dan wordt er ook gesproken over de problemen die er zijn in de gemeente zelf. En dan wordt gezegd, ja, hoe doet jij dit en hoe doet jij dat? En op die manier zijn we eigenlijk gekomen tot gesprekken rond een mogelijke fusie. Misschien kijken een aantal mensen ook wel in eerste instantie een beetje raar op van deze fusie. Omdat wij in twee verschillende structuren zitten. En wij zitten in de politiezone Noord-Limburg. Midlim. In de politiezone Midlim. Wij hebben altijd in een samenwerkingsverband Noord-Limburg gezeten. Op Glabbeek heeft altijd met Genk samengewerkt. Dus we hebben eigenlijk altijd zo'n beetje met de rug tegen elkaar aan de andere richting uit zitten kijken. En dat is een beetje jammer. Ik denk dat we de laatste jaren stilaan hebben vastgesteld dat we ons misschien eens moesten omdraaien en elkaar een keer moesten vastpakken. Want eigenlijk Benny zegt, de laatste jaren zijn we eigenlijk in een aantal dossiers verschillende keren met elkaar beginnen samen te werken. En we zijn beginnen te denken over het dossier van de ontzanding. We hebben nu samen opgestart. En ik heb gisteren ook nog vermeld, toen het ging over de uitbreiding van de industrieterreinen op Glabbeek, ben ik meegegaan met de gemeente op Glabbeek naar de bestendige deputatie om dat dossier mee te verdedigen. Omdat ook voor Meeuwige Gruitrode die tewerkstelling die er is op dat industrieterrein ook heel erg belangrijk is. Dus we hebben zeker en vast een aantal mogelijkheden, denken wij, die ons samen binden en waar we samen een meerwaarde uit kunnen halen. En voor de rest, uw verwijzing naar de partijen. Ik denk dat een belangrijke beslissing eigenlijk deze, dat je daarmee zelfs een beetje de partijgrenzen moet durven overstijgen. Ik heb in onze gemeenteraad afgelopen week gehoord dat allebei onze oppositiepartijen mee willen nadenken over die fusie. Dus ik denk dat dat een goede aanzet is en dat je daar ook over de partijgrenzen heen moet durven nadenken. Ik denk dat de toekomst van Meeuwige Gruitrode op Glabbeek, dat dat niet gaat over partijpolitiek, maar dat dat gaat over de inwoners van Meeuwige Gruitrode op Glabbeek. En dat is ook ons drijfveer geweest om ook een keer los te denken van structuren. Want bijvoorbeeld een fusie met Pre zou bij ons gemakkelijker geweest zijn. We zouden niet hoeven na te denken over de politiezone, we zouden niet hoeven hebben na te denken over de brandweerzone en dergelijke dingen meer. Maar ik denk als je nadenkt over een fusie, dat je niet per se moet kijken naar de gemakkelijkste weg en naar je structuren. Ik denk dat je inwoners daar weinig boodschap aan hebben. Ik denk dat je vooral moet kijken naar welk profiel hebben onze inwoners en wat zijn de kansen die onze inwoners kunnen hebben uit het samengaan van onze twee gemeentes. Waarom dan niet met Pre?
die praten ook het dialect van ons. En we hebben ook een echte Friese. En dat is ook een rijk gemeenschapsleven. Waarom dan opgelanden? Wel, ik denk, ik ben daar heel eerlijk in. Waarom niet met Bree? Eén, denk ik dat je een heel groot voordeel hebt dat op Glabbik zowel, als je de geografische ligging bekijkt, dat op Glabbik zowel aan Gruitrode grenst als aan Meeuwen. Waardoor je eigenlijk al een binding hebt met beide gemeenschappen. Bij Bree heb je dat vooral met Gruitrode en veel minder met Meeuwen. Net zoals je voor Peer eerder een binding hebt met Meeuwen en heel weinig met Gruitrode. Dat is een groot voordeel. Ik denk dat uw verenigingsleven in Bree, dat je daarvan kunt verschieten, dat het toch heel wat minder is dan in onze beide gemeentes. Vergis u niet, we hebben met onze twee gemeentes samen hebben meer dan 300 verenigingen. Dus op dat vlak zijn we toch wel heel erg sterk. Plus, ja, draai of keer het gelijk je wilt. Als je vandaag moet fuseren met Bree, dan mocht je zelfs na schuldaftrek aan uw inwoners van Meeuwen-Gruitrode gaan uitleggen dat de schuld per inwoner voor de Meeuwen-Gruitrode meer dan verdubbeld is. Hè. Plus ook als je bekijkt, Meeuwen-Gruitrode zit inderdaad vast tussen twee steden, Peer en Bree, of Glabbik zit op dezelfde manier gevrongen tussen Genk en Mazeik. En ja, ik denk dat de enige nuttige mogelijkheid is om te onderzoeken, dat is die met Meeuwen-Gruitrode. Ja, ik vind als ik van Breed naar Meeuwen ga, dat is één rechtbaan. Dus voor mij over grens Meeuwen wel aan Breed. En die schuld was ook niet het belangrijkste. Heb je dat net gezien? Dat is inderdaad niet het belangrijkste, Marleen. Maar 2200 euro per inwoner, trekken er 500 vanaf, zit er nog 1700 over, betekent 850 euro per kop bij in Meeuwen-Gruitrode. Dan gaat je Meeuwen-Gruitrode je belastingen moeten gaan verhogen. Hoe minder kapitaal en interesten dat je aan de bank moet terugbetalen, hoe meer beleidsruimte dat je hebt om in de juiste zaken te investeren. En het is hier opgezond. We hebben in Meeuwen-Gruitrode voornamelijk in de leefbaarheid van al de 5 kerkdorpen geïnvesteerd. We hadden dat nooit kunnen doen, maar ook nooit kunnen doen, indien onze schuldgraad zo hoog was als, ik zeg maar, 15 jaar geleden. Dan hadden we dat nooit kunnen doen. Dit is een heel grote motivatie om beleidsruimte te creëren. Dat creëert je door schuldafbouw. En als je schuld verhoogt, dan gaat je minder kunnen doen voor de mensen. Dat is de conclusie. Ja, een vraag voor Van Hulsen. Als ze nu samen gaan in fusie, hoe zit het dan met de subsidies voor de jeugdverenigingen, sportverenigingen? Gaat dat dan voor alle verenigingen naar van de fusie, of gaat dat apart blijven voor snel opgelanding? Nee, op een gegeven moment gaat er gemeenschappelijk beleid zijn naar alle verenigingen toe. Maar gelijk je ook al gezegd is, we zijn allemaal gemeentes, of we zijn allebei gemeentes eigenlijk, die het verenigingsleven heel hoog in het vaandel dragen. Dat gaat ook zo blijven. En we zullen er ook alles aan doen om de ondersteuning naar onze verenigingen zo goed mogelijk te houden. Ik weet dat er verschillen zijn. We moeten die nog eens heel grondig gaan analyseren op de verschillende vlakken. Hè? Dus, en we zullen daar een leiding moeten zetten. Maar het is zeker niet de bedoeling om jullie al die kansen te ontnemen die je nu krijgt. Helemaal niet. Ik moet ook zeggen, als wij alleen zouden blijven, als op Glabbik, je hebt het gehoord welke zware uitdagingen we ook alleen zouden moeten trotseren, ook dan zouden we misschien moeten kijken van wat doen we, hè? Maar nogmaals, het is zeker niet de bedoeling om uw kansen te ontnemen, wat voor u is dat concrete jeugdbeweging herkend, maar ook naar alle andere verenigingen toe. Nu, ik zou er graag willen aanvullen vanuit Meeuwen-Gruitrode. Wij hebben heel wat jaren al vooral een ondersteuningsbeleid gehanteerd, zowel naar jeugdverenigingen tot seniorenverenigingen. Dat wil zeggen dat wij als gemeentebestuur effectief de kaart trekken, subsidiëren, toelages geven aan onze verenigingen, zodanig dat zij hun werking kunnen garanderen, dat ze hun werking kwalitatief kunnen uitbouwen. En ik denk dat we dat in de toekomst ook willen doen. Een voorbeeld daarvan is dat we het afgelopen jaar ook minder Vlaamse subsidies kregen, 5%, maar dat wij ermee weer uit worden gezegd hebben van kijk, wij gaan daar niet op beknabbelen, we gaan dat zelf bijpassen, we gaan ervoor zorgen dat we
die mensen die als vrijwilliger in een vereniging werken, dat we die mensen blijven ondersteunen, dat we die mensen blijven motiveren. Want wij vinden het heel erg belangrijk dat in elk kerkdorp van onze gemeente, dat daar de mensen elkaar tegenkomen, dat er een binding is onder de bevolking. En ik denk dat, ik zie dat en ik hoor dat, dat dat hier in Opgelabbeek ook zo is. Voor wat betreft sport is het trouwens zo, dat wij al jaren met de buurtsportdiensten, samen met Opgelabbeek, met Bree, met Peer, met Kinrooi, met Mazeik, een aanbod doen. En ik denk goed, dat dat goede voorbeelden zijn om ook in de toekomst de zaken verder uit te bouwen. Oké. Ik kan misschien nog iets heet van de naald meegeven naar onze jeugd toe. We hebben momenteel een dossier lopen en we moeten dat niet met de geluidholen gaan overleggen, maar goed nieuws voor onze jongeren, dat is dat wij, zeker voordat dat wij verder zijn in deze gesprekken, dat wij nog een nieuw skatepark willen gaan realiseren. Dus ik denk dat dat ook, daar is heel veel vraag naar, heb ik begrepen bij de jeugdhulsen. En het is goed dat we daar onze centen ook kunnen steken. Oh, ja. Betty, mag ik iets vragen? Je hebt heel in het begin gezegd dat je nu tot het najaar heel sterk gaat inspelen op bevraging en gesprekken. Ja. En ik vind dat eigenlijk goed. Ik vraag me alleen af, hoe ga je dat doen? Ga je gewoon naar buiten toe gaan? Ga je, als we dat hier horen zeggen, juist dat wij 300, samen 300 verenigingen hebben, ga je eigenlijk de baan ook naar de verenigingen toe om met hen te gaan spreken? Of ga je mensen uitnodigen in het gemeentehuis? Dan heb ik er wat vragen bij, want wie gaat daarop afkomen? Maar als je de baan opgaat en met de vereniging ter plaatse een gesprek zult gaan, dan denk ik dat je heel goed genoeg weet wat dat hun verwachtingen en hun dromen zijn en wat het probleem is. En dan denk ik, sorry dat ik misschien aanval op een ander, maar dat je een referendum niet nodig hebt, want ik zie het heil daar ook persoonlijk niet in. Nu, iemand anders kan er anders over denken, maar als je goed weet wat dat een grote massa van mensen weet, dan denk ik toch wel dat je voeling genoeg hebt, maar dan moet je echt, denk ik, de baan opgaan en een gesprek gaan met groepen. Niet verwachten dat ze dit nu komen zeggen op gemeentehuis. Nee, dat klopt, ik denk. Ik heb dat straks ook gezegd, meneer Pastoor, dat, want dat is onze pastoor voor degenen die het nog niet wisten. Maar wij zeggen Jan. Pastoor Jan. Ik heb dat straks gezegd dat ik veroordeeld ben dat dit een zaak is van alle inwoners van Opgelabbeek en ook van Meeuwig-Ruitrode. En ik ben ervan overtuigd dat wij zoveel mogelijk kanalen moeten zoeken om mensen inderdaad te bevragen. Dat kan gaan via infobladen, dat kan gaan via de website, dat kan gaan via bezoeken. Ik weet niet of je het weet, maar in Limburg is er ene burgemeester die iedere donderdagmiddag op bezoek gaat bij de mensen in de straat. En ik ben van plan om dat te blijven doen. En daar hoort je ook heel veel dingen natuurlijk. Maar een van onze insteken is altijd geweest dat we zo ruim mogelijk de mensen hun zeg zouden kunnen laten doen. Via zoveel mogelijk kanalen. En Lode, dat gaan we zeker proberen waar te maken. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Ik bedoel... Jij moet nog meneer Pastoor zeggen. Hè. Wij mogen Jan zeggen. Jij moet meneer Pastoor zeggen nog. Dus, Ik had me niet de kans gehad om uit te spreken, meneer de burgemeester. Ik ben het helemaal eens met meneer Pastoor. In die zin dat... inderdaad, dat is heel belangrijk. Ik begrijp dat er bij ons al schepen in de verschillende adviesraden en ook in Opgelabbeek al in de adviesraden daar met de mensen over zijn beginnen te spreken. En vooral ook als je buiten komt in de straten en tegen de mensen. Ik denk dat dat precies de kracht is van gemeentes als de onze, dat we nog heel veel mensen ontmoeten. Want laat ons zelfs eerlijk zijn. Hè? Vandaag komen hier 150 mensen, denk ik, ongeveer naartoe. Gisteren 250, dat zijn er al 400, in Gruitrode nog eens 150. Dus dan zitten we al op 550. Laat ons op een goede, een dikke 1000 mensen uitkomen van de 16 en 1000 kiesgerechtigden waar we op uitkomen in de totale gemeente. Dan hebben we eigenlijk nog maar een heel erg klein aandeel
van de mensen gezien. Dan zijn er nog heel veel mensen die we niet uit hun kont gelokt hebben gekregen. En of dat die zouden kunnen opdagen voor een referendum, dat vraag ik me ook af. Maar dat zijn wel heel dikwijls mensen, als je die een keer ontmoet, die daar toch een vrij uitgesproken mening over hebben. En ik denk dat we daar inderdaad de komende maanden heel erg veel op moeten inzetten om te horen wat daar allemaal leeft en wat we kunnen bijstellen. Want inderdaad, als er geen draagvlak is voor die fusie, dan heeft het ook geen zin dat we dan tegen heug en meug gaan doordrijven. Daar doen we de mensen van Meeuwen-Gruitrode en op Gelabbeek geen plezier mee. En Frans heeft het hier gisteren een keer heel mooi gezegd. Ik vond dat de mooiste uitspraak van... Laten we dat eens zeggen. Ja, voilà. Dan ga ik Frans zelfs laten zeggen, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zoiets gaan door de strot rammen van de mensen, dat heeft geen enkele zin. Want dan is die fusie al op voorhand een misbaksel. En dan gaat het even lang duren als de Meeuwen-Gruitrode voordat al die fusiepijnen eruit gegroeid zijn. En dat is precies wat dat we niet willen. We zouden, als we hier naartoe gaan, zouden we in 1 januari 2019 moeten kunnen opstarten met een gemeente waar iedereen enthousiast over is, waar dat iedereen mee in participeert. En waar als er problemen opduiken, dat je die inderdaad kunt aanpakken. Want als er niemand overtuigd is, of als iedereen overtuigd is van een fusie, als er een draagvlak voor is, dan denk ik dat er geen hindernis is die je niet kunt overwinnen. Als er geen overtuiging is van die fusie, dan denk ik dat de eerste hindernis al voldoende is om te zeggen van kijk, we stoppen ermee. Dus we hebben er alle belang bij om goed te weten dat er heel veel Meeuwen-Gruitrodenaren en opgelabbeken aan. Goed, Frans. Anders heeft de pastoor het laatste woord, dat is niet goed, hè? Ja, nee, wat ik gisteren gezegd heb, ik was denk ik begonnen met te zeggen dat een uitspraak van een Amerikaanse president, die ooit gezegd heeft, ja, als je verandering of als je vijanden wilt creëren, dan moet je vooral een poging doen om veranderingen teweeg te brengen. Wat ik alleen maar mee wou zeggen, dat was in een bepaalde context gisteren, maar dat wij inderdaad niet voor de gemakkelijkste oplossing hebben gekozen, uiteraard. Ja, dat dat toch wel een beetje politieke moed vergt met wat hier gebeurt. En dat heb ik gisteren eigenlijk richting de collega's willen zeggen. Dat heel in het kort. Ja. Dank u. Excuseer, nog een kleine vraag. U praat over gemeenschappelijk project tussen Van Meeuwen en Opgelabbeek, en dat is die zandwinning. Ik vind dat toch iets wat heel erg onderbelicht is geworden de laatste jaren. Want je hoort daar weinig van. Maar dat is toch iets wat een groot gat gaat slaan in ons landschap. Dus zo. Die zandwinning wat links van boven gaat dat zijn. Nee, het is zo, Ludo, dat op dit ogenblik zijn daar nog onderzoeken bezig. En gisteren hebben we nog gezegd dat dat inderdaad nog jaren zal duren eer dat daar waarschijnlijk iets van gaat komen. We zijn dat nogal altijd aan het onderzoeken. En als dat ooit een groot gat komt, dan zal dat gat ook terug gedicht worden. En dan zal daar opnieuw heel mooie natuur gaan verschijnen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Misschien nog even zeggen dat voor Opgelabbeek dat het veel belangrijker is in eerste instantie dat wij naar het noorden toe onze industriezone kunnen uitbreiden voor het behoud van bepaalde bedrijven hier, om Scania niet te noemen. Die zorgen voor een enorme tewerkstelling. Maar we willen samen met Meeuwen-Gruitrode toch ook blijven nadenken over de zandontginning. Wat er heel belangrijk is in dat verhaal, dat is in eerste instantie wie gaat daar ontginnen. Want de Vlaamse regering heeft al destijds in haar conceptnota rond de zand wel bedrijven aangeduid die volgens haar daar rechten hebben. Maar dat moet wel nog allemaal verankerd worden in contracten. Dat is één zaak die er nog moet gebeuren. Twee, ja, je mocht er natuurlijk zomaar niet beginnen te graven. Daar is een vergunning nodig. En voor die vergunning kunt te verlenen heb je een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. En voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen te maken heb je een milieueffectenrapport nodig. Dat is eigenlijk het eerste wat daarin gaat moeten opgestart worden. En op dat moment denk ik ook dat er een brede infocampagne gaat komen. En los van fusie of niet, we hebben van begin af aan gezegd, wij zitten daar tegen elkaar met dat project. Dat heeft geen zin om dat allebei apart te doen. Laat ons dat te samen doen.
Dus dat gaan we sowieso tezamen doen. Komt nog wel het een en het ander bij kijken vooraleer dat je die milieueffectenrapportage van start kunt laten gaan. En ik denk dat daar een heel belangrijke vraag is, wat gaat de nabestemming daar zijn voor het gebied? Daar zijn goede voorbeelden van en daar zijn slechte voorbeelden van plaatsen waar dat ontgonnen is. Op sommige plaatsen is er gewoon een grote krater geslaan in het landschap, is de ontginning gestopt en is er eigenlijk een groot litteken achtergebleven in het landschap. Ik heb ook al voorbeelden gezien waar men daar eigenlijk een meerwaarde aan gegeven heeft achteraf. Want je kunt wel zeggen, dat is een bos. En als je buiten Limburg spreekt over bos, dan is dat bijna heilig. Maar wij Limburgers weten wel dat een aangeplant dennenbos, ja, we hebben natuur hier in de regio die veel waardevoller is dan een dennenbos. Dus wij denken dat er mogelijkheden zijn om dat gebied ook achteraf zelfs nog een grotere waarde te geven dan dat het vandaag heeft. En daar moeten we eens goed over nadenken. Want natuurlijk, die afspraken die moet je vooraf maken. Want als dat gat er één keer ligt, ja, dan moet je tegen die ontginners niet meer zeggen wat ze daar moeten gaan realiseren. Want dan komt je de mist te laat natuurlijk. Dat begrijp je gewoon. Maar in ieder geval zijn er twee dossiers waar wij als gemeente zeker blijven samenwerken, ongeacht fusie of niet. Dat is het project Duinengordel en dat is inderdaad de zandontginning. Daar slaan we de handen in elkaar om daar het nut voor de beide gemeentes uit te halen. Goed, mag ik daarmee afronden en u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid hier. Mensen van op Glabbeek en de mensen van... Je hebt gisteren al gezegd dat we uit de kast zijn gekomen. Hè? Ja, ja, staan ze maar nog dan. Geen probleem, Roddy. Ja, voor de heren van Meeuwen heb ik nog een vraag. In 1977 zit je in fusie gegaan met Gruithoorn. Wat is, dus nu bijna 40 jaar later, wat is er eigenlijk voor Gruithoorn? Wat is er buiten dat rondpunt eigenlijk in Gruithoorn veranderd? Ja, daar kan ik niet op antwoorden. Is Gruithoorn erop vooruit gegaan? Ik denk het niet. Hè? Ik denk dat om te beginnen dat er in 1977, onmiddellijk na de fusie, een heel groot cultureel centrum gebouwd is in Gruithoorn. Ik denk een van de grootste in de omgeving. Dat heeft ook de titel cultureel centrum kunnen blijven dragen tot een zekere minister Anciot in al zijn wijsheid beslist heeft dat een plattelandsgemeente geen cultureel centrum meer mag hebben. Dan hebben we het maar cultuurpunt genoemd, maar er is nog een even grote programmatie als er na, als op dat moment. Verder denk ik dat er in Gruithoorn heel veel ingezet is op verkeersinfrastructuur. Daar zijn fietspaden aangelegd op richting Bree, daar zijn fietspaden aangelegd richting As, weg naar As. Ik heb trouwens nu ook geleerd, daar zijn we met onze fusie te spreken achtergekomen waarom dat de weg naar As niet weg naar Ongelabbeek heet. Ik denk dat er heel in het verleden wordt... Dat is een fouting vroeger gemaakt heeft natuurlijk. Ja, in Ongelabbeek is de weg naar Bree gekomen en die van Rooij waren dan zo kwaad over dat die niet weg naar Rooij heerden, dat ze dan hun weg naar Ongelabbeek weg naar As gedoopt hebben. Dus die fietspaden zijn daar aangelegd. Wat voor ons vandaag heel erg belangrijk is, en dat gaat het centrum bepalend zijn voor Gruithoorn, dat is de studie die we aan het doen zijn rond het kasteel. Kasteel is een heel complex dossier voor Gruithoorn, maar denken we dat ook een meerwaarde kan betekenen voor Gruithoorn. En daar willen we zeker op inzetten, want wij denken dat er kansen in zitten voor de ontwikkeling van Gruithoorn. Voor wat betreft de investering in, want je doet een beetje uitschijnen door een fusie dat daardoor de deelgemeentes minder zouden krijgen. We hebben dat de Meeuwe Gruithoorn is ooit berekend, ik denk een jaar of 7 geleden. En daar bleek eigenlijk uit dat de investering per inwoner, dat die in de kleinste deelgemeentes de grootste was. En dat die in Meeuwe het kleinste was.
We zijn eigenlijk altijd blijven investeren in culturele gebouwen. In alle vijf onze deelgemeenten. We zijn in verkeersveiligheid blijven investeren in al onze deelgemeenten. We zijn in onderhoud van wegen blijven investeren in al onze deelgemeenten. En we hebben ook altijd geprobeerd om nieuwe kansen aan te bieden voor kunnen te wonen en voor jonge mensen om in onze gemeente kunnen te wonen, om dat ook kunnen te doen in de verschillende deelgemeenten. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook een van die dingen is die in Geruitrode is gelukt. De verkaveling, de grote verkaveling die daar gemaakt is, heeft ervoor gezorgd dat er in Geruitrode ook heel veel jonge mensen zijn bijgekomen. Goed. Dank u wel. Ronnie, dan mag ik nu afronden en dan wil ik u allemaal nogmaals bedanken voor uw aanwezigheid. Mensen van Opgelabbing, maar ook die van mede Geruitrode. En ik nodig u heel graag uit voor een pintje en een gesprek nog in onze foyer. Dank u voor uw aanwezigheid en ik zou zeggen tot ziens.